ben ik aan het bellen, maar jullie zien geen beeld natuurlijk. Want ze zeggen... Oh, kijk, kijk, kijk. Super tof dat je kijkt naar Gloeneel Vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Het is gewoon nu 11. Het wordt nog bijna 12 uur ook nog. Ik heb de hele dag weggestopt. Maar wat ik nu ga doen is lekker douchen. En dadelijk kijken op mijn computer of dat hij klaar is. En dan ga ik nog editen ook nog. Moet ook nog gebeuren. Nee, meen je dit? Ik laat het even liggen. Er ligt gewoon brood op de grond. Oh, je hebt eraan gezeten. Echt een boef is dat, zeg. Hey, Ganja, jij bent een boef. Jij bent een boef. Maar ik ga nu even lekker douchen. Daar heb ik wel even zin in. En ik moet vanmiddag even boodschappen doen. Dus laten we het even ook doen. En dan ga ik nu even klaarmaken om te douchen. Sander, ga nou maar, want anders is je labor te lang. Want we kennen jou vandaag al. Jij gaat labor uitstellen. Zit hier weer bij jij. Ik ga even douchen. Ik heb het elke keer, als ik ga douchen, dat mijn ramen beslagen. Ik denk van... Terwijl de deur hier open staat. En ik zie dat mijn camera ook beslaat. Dus excuses. Maar ja, ik ga nu even lekker aankleden. Even lens schoonmaken. Zo, dat is beter. Ja, dat is beter. Dus dan gaan we even lekker aankleden. Ik denk dat Gunja zit te mouwen sowieso. Miauw. Want ik wel dacht. Ik kan gewoon raden wat hij doet, hè. Ik kan gewoon raden. Maar wat ook niet slim is voor mij. Is dat ik denk, onder de douche toevallig. Ik heb van nog een koffiepads. Shit. Dus ik moet zo meteen gelijk. Naar de winkel, ga ik eerst editen, dan naar de winkel, dus ja, ik moet sowieso koffiepads hebben. En dan al eten voor vanavond en voor morgen. Kevin heeft vandaag lekker boodschapje gedaan en van tevoren toen ik boodschappen ging doen, ben ik aan het bellen, maar jullie zien geen beeld natuurlijk. Want ze zeggen, oh kijk, 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 er komt iemand hoor. Er is Hi! En ik heb even zitten editen nog. Ja, ja, dat moest ook allemaal gebeuren. Jij hebt allemaal live gezien hoe ik zat te editen. Nou, niet echt gezien, maar gehoord. Zeker heb ik hem horen editen. Maar wat ik heel vaak doe... Wat ik daar natuurlijk heel vaak doe... Zet ik even camera, statief even aan de kant. Want ik moet wel bij kunnen bij mijn raam. Dat is altijd gordijn open gooien. Oh, dat zit ik hier niet goed aan. Nee, dat klopt. En een zonnetje, zei je schat. Hij heeft gewoon in de donker gezeten. Ja, dat is beter om te editen eigenlijk altijd. Ja. Vind ik. Ik kan dan beeld beter zien. Van mijn computer. Oh, kan jij gaap? Gaap? Kan jij gaap? Dus. Ja, een half uurtje kan jij, dan ga ik graag eten. Ja, klopt. Heb je goed gezien, schat? Dus, en ik ben al lekker gezellig met Bella en met Sanne. Sinds, hoe laat zijn we begonnen met Bella? Zijn een uur of 11 uur of zo was het? Want ik ging een uur of 11 uit bed. Nee, later nog. Ik wil eerst gaan douchen. Met deze zijn we 12 minuten bezig. Ja. Maar we hebben al vanaf een uur of 12 zijn we begonnen. Oh, 12 uur. Het is 9:05. Zo, dus dat gaat wel best hard zo. En toen... Ja, dat is best wel lang. Ja, maar dan ben ik gewoon niet slecht. Moet ik ook nog rekenen ook nog? Daar ben ik heel erg slecht in. Daar ben ik echt heel slecht in rekenen. We zijn al 12 niet begonnen. Ja? Half 5. Oh, dan zijn we al uur of 4 aan bellen. Uur of 4 uur al aan bellen? Als ik het goed heb? Ja. Ik ga je licht hier ook. Ja, we hebben mijn vader nog gebeld. We hebben nog Merik even bij je gegooid. En wie nog meer? En Vincent.
gebeld. Oh ja, ook nog. Doordat ik haar, doordat mijn vader juist ging toevoegen in een videogesprek, videobellen, daarna is mijn vader bijgekomen, maar die belde haar. En zij zegt ineens, ik dacht, huh? Ze zegt ineens van, ja, ik moet je even beëindigen, piep. Ik dacht eigenlijk, oké, het zal wel. En ineens zie ik mijn vader bij erbij komen. Oh, dat is dus de reden. Ja, wel geniaal. En Gaia, je het ook? Ja, je bent een liever tegen me. Wat zei je, schat? Mijn is ook een boefje. Ja. Gaat gewoon. Ik sta nog steeds verstelbaar van met die balletje van je kat. Oh ja. Ik sta nog steeds. Dat hebben jullie waarschijnlijk al zondag gezien in de vlog. En het is vandaag natuurlijk dinsdag. Heel knap. Want zij heeft ook zo'n ding als dit. Toch? Is ook zo eentje, toch? Ja. En die balletje. Wacht, ik ga voor de vlog even laten zien dat het echt niet lukt om uit te halen. Ik kan even laten zien aan jullie. Kijk, die balletje zit hier. Maar ik krijg hem gewoon net niet. Als ik eruit haal, ik krijg er gewoon echt niet uit. Ik kan het zo laten zien, denk ik. Ja, zo. Kijk. Waar is die balletje nou daar? Die balletje. Oh, ik krijg hem wel uit. Ik kan hem wel zo uithalen, maar. Serieus, als je moet denken om een kat dit moet doen. En dan moet je bedenken als de kat het doet. Dat kan niet. Dit kan niet. Die zijn echt zo. Ja, en van de haarkant lukt het er wel. Ik ga juist zitten zoeken wat het is. Die is van Gaia. Zo. Alsjeblieft, jongen. Ja, niet tegen ons staren, maar dat helpt niks hoor. Ik weet niet of je kan. Oh nee, Gaia zien jullie niet. Ja, ik leg het ding net op de grond neer. Hij is alleen aan het kijken, verder heeft hij niks. Nou, dat helpt niet. Mijn doet er wel iets mee. En ik denk dat ik deze bloemen weg kan gooien als ik kijk. Want ze zijn een beetje aan het dood aan gaan. Hier zo. Hier zijn ze al dood aan gaan. Deze bloem is al een beetje dood aan gaan. Mijn bloemen overleven het ook niet heel erg lang. Dus die gaat binnenkort weg. Laat eens zien hoe mooi de bloemen zijn. Laat het wel even zien. Nee. Oh nee, die zijn niet meer zo mooi. Nee, even kijk maar deze blad. Even kijken, waar zit die? Hier. Ja. Dan geef je ze veel water. Hoi, Gaia. Gaia. Doei. Doei. Ja, Gaia ging ineens weg. Ik kom wel willen wegens bij je, Gaia. Ja. Die wil je graag ook wel zien, hè? Die wil je ook graag zien, hè, Gaia? Wordt er eentje loers, denk ik. Dat denk ik wel. Dus zetten we nog gezellig te bellen met z'n tweetjes. Zo. Zeker. Ja, we kunnen niks anders. Ik heb net alles gedaan. Ja. En dat wil ik ook gaan doen. Ik ga vanavond. Kijk, ja? Lekker. Ik hoorde je niet, wat zei je? Echt lekker. Wat is lekker? Rabarberkompot. Oh ja, ja, dat zei je tegen mij, maar de kijkers weten dat niet. Die hoorden het ook niet. Want je liep vast. Rabarberkompot is lekker. Je kunt dat niet eten. Wat ik juist zag vanavond ga je het is rotti. Dus ik ben benieuwd. Wat zei je, schat? Ja, ik ben ook benieuwd. Dat snap ik. Dus. Zou wel gezellig zijn. Doen we dat? Samen koken? Ja!
Ja. Ben je wel even blij? We moeten toch wat? We moeten een beetje gevoel hebben dat we bij elkaar zijn eigenlijk. Ja, we zijn vandaag drie maanden samen, ja. Hè? Ja, voor de kijkers is het later. Ja. Voor de kijkers is het al geweest. Maar voor ons gevoel, voor ons is het nu zaterdag en sinds... Maar alvast, als jullie een reactie achter hebben gelaten, gefeliciteerd alvast, dankjewel. Ja, ik ben nu aan een vlog aan het herinneren. Oh, trouwens, ik heb al een vlog gehad, trouwens. Toch? Nee, die vlog komt morgen online. Zo, voor mij. Dus, en ik ga ook zo meteen even eten koken. Dus, rotti met wereldgerecht. Dus ga ik even daar neerzetten en dat ik een camera kan vasthouden. Ik laat misschien ook wel zien hoe ik ga koken. Ik ga nu lekker eten koken. Het is nu 5 uur geweest in ieder geval. Ik ga dus nu lekker eten koken. Samen met Sanne erbij. En ja, wat ik ga maken is rotti. Surinaamse rotti. En je kon er ook groente in gooien, maar ik zat dat kijken in de winkel voor Surinaamse groentemix. Maar dat hadden ze niet. Of dat bestaat niet. Ik mis misschien. Zal wel. Maar dat ga ik dus even maken. Spersiebonen zit erin. Kruwtjes. Dus ik ben benieuwd hoe het smaakt. En als je echt veel groente erin wil hebben, zit er eigenlijk in kipfilet, spersiebonen, kruwaardappels en ui en een cherry tomaat en 2 ei. Maar dat heb ik, wat er alleen niet in zit, is ui en cherry tomaat en ei. Dat is het enige wat er niet in zit eigenlijk. Voor de rest zit alles erin. Maar dan gaan we nu even beginnen. Wat is het lekker zeg om die rotti te gemaakt te hebben. En ik zit toevallig ook gelijk met Sanne te bellen. En ja, alweer. We hadden net eigenlijk opgepakt. Smaakt ongelooflijk lekker, rotti. Echt aanraden om dat keer te eten. En plus, het is nog gezond ook. Ik ben nog wakker, maar ik ga nu lekker zo meteen slapen. Ik heb super lekker gegeten trouwens. Die rotti is lekker. Echt aanraden om dat te eten. En ik praat voor zekerheid zachtjes, want er ligt iemand te slapen. Ik laat hem even aanstaan, dus wel leuk denk ik. Voor morgenochtend word ik wakker. En dan zie ik dat alsnog er al bij wakker zijn. Dus dat is gewoon dadelijk leuk. Dus, maar ja, dan ga ik nu vast wel gordijnen dicht doen. Ik zet even de telefoon zachtjes aan de kant. Want dan kan ik gewoon rustig alles afsluiten, dichtgooien vast. Want het is al 12 uur geweest. En morgen weer een dag. Dus morgen gaan we zien hoe het dan is. Morgen of zondag voor mij. Dan is het weekend al voorbij. Voor jullie is het nu duidelijk dinsdag. Zo, moest even denken. Maar ja. Het was een superleuke dag. Lekker gegeten. Leuke dag van gemaakt. Ja, en nu maar lekker dadelijk een bedje in. Dat moet ook weer gebeuren. En dan zien we voor de rest wel. Ik ga nu alles dicht doen en daarna even nog even wat je achter de computer en dan lekker slapen. Dus laten we dat even gelijk klaarmaken en dan ga ik voor jullie wel dat ik als gast ga slapen. Ik heb een vestje aangetrokken. Waarom? Kan ik jullie uitleggen. Dat is, ik was even met Rick hiervoor even wezen praten over lekker babbelen. En nu ga ik wel lekker maar richting een bedje toe om morgen weer een dag. Ja, het is zo'n 1:30 geloof ik nu, dus ik ga nu lekker slapen. En tussen de tijd staat hij nog steeds aan. En ik ga nu lekker, inderdaad, wat ik al zei, lekker nu mijn bedje in. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog.
Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je beneden abonneert. En een leuke reactie hier beneden achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkers in GroenHeel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij later. Zo, dat was nog eens wat. Ik dacht, we moeten er gewoon even wat leuks van maken. Dus dan de krep van dingen. Maar, dit is ook lekker nummer.